Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik ben wakker zoals je ziet. Ik ben aangekleed. En ik ben koffie aan het zetten, want het is natuurlijk 6 uur 's ochtends nu en ik moet zo meteen werken. Dus daar is het een beetje op wachten. Ik ben de koffie aan het zetten, ik ga zelf mijn make-up doen. Skincare, alles is gedaan, dus dat is mooi. Dus het is zo meteen een kwestie van even een koffietje drinken. Raar om een beetje kan, want dat zit ook niet helemaal hoe het moet zitten. Beetje droog shampoo erin. En dan gaan we meteen werken. Ik weet niet of ik tot 12 of tot 3:30. Ik heb geen idee. We gaan het allemaal meemaken vandaag. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Ik heb goed geslapen eigenlijk. Ik heb heel lang geslapen, dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, wacht op de koffie. Goed, ik ben klaar. Make-up zit erop. Ik heb heel licht, alleen mijn wenkbrauwen, oogschaduw, beetje highlighter en een heel klein beetje concealer, meer niet. Ik heb niet eens mascara op vandaag. Ik ben wel klaar. Dus ik ga zo werken. Maar eerst koffie drinken. Ik ben er. Let's go. We gaan hier naar binnen. Daar gaan we. Op naar de tweede etage. Goed. Ik ben inmiddels thuis, jongens. Ik mocht eerder weg in verband met de fysio afspraak die ik net heb gehad. Ik ben thuis. Ik heb even een kopje koffie. Ik heb goed gewerkt vandaag. Ik kreeg alleen wel weer op mijn vingers getikt dat ik sneller moet werken. Maar toen zei ik ook van, ja weet je, ik ben uitzendkracht hier. Ja, ik kan niet van bedenken dat ik continu snel werk. Want ik ben nog zoekende. Ik weet niet waar alles ligt. Ik heb geen idee hoe en wat. Maar ja, ondertussen is mijn broek, die vanmorgen nog redelijk heel was, compleet doorgescheurd. Maar echt heel erg doorgescheurd. Want ik heb dacht van, oh mijn god, mijn mooie lekkere broek. Maar ja, dat komt ervan als de broek oud is. Ik ga heel even relaxen op bed. En ja, daarna denk ik niet zo heel erg veel doen. Ik heb zo meteen nog een afspraak waar ik heen moet. Fysio. Dus dat doe ik zo meteen. Maar dat is pas om 4:00 weer. Dus prima. In ieder geval ben ik wel moe. Goed jongens. Ik zit na lange tijd. Echt lange tijd. Dus lang geleden dat ik gefietst heb. Zit ik weer eens op de fiets. En ik ga die kant op. Ik denk dat ik lekker een rondje ga fietsen. Want ik heb op zich nog alle tijd. En ik zit hier zo met de fiets. Maar ik ben het lekker aan het fietsen, jongens. Dat is echt lang geleden. Ik heb mijn kleine tasje weer gepakt. Want de komende paar weken heb ik toch alleen maar een korte dienst. Tot 12. Dus dat is op zich heel erg lekker. Dat ik gewoon alleen nu nog, maar als ik moet werken, een koekje mee moet nemen of iets. Dus ja, even handen bij het stuur. Super lekker. Ik heb een traan van mijn ogen. Ja, maar het is echt super lekker weer. Het is heerlijk. Als je even ziet, ik heb mijn hier doekje om. Ik zit trouwens op mijn pa's fiets, niet eens op mijn eigen fiets. Die fiets is echt naar. Mijn pa heeft afgelopen jaar. Oeh, dit is heel snel. Hij heeft afgelopen jaar een nieuwe fiets gekocht. Dus ik dacht, ik ga die lekker meenemen. Dat gaat veel lekkerder. Dus we gaan even een stukje om. Dan dat ik normaal loop of zou fietsen. Maar ik ben nog ruim op tijd. En met de fiets zit ik er zo. Met het lopen doe ik er 20 minuten over. Even over de weg. En met de fiets doe ik er maar 9 minuten over. Dus ik vind dat we wel 10 minuten extra mogen fietsen. Want het is daar gewoon lekker weer voor. Heerlijk. Lekker.
over een soort mooi paardje. Ik vind het heerlijk, jongens, echt. Ik hou hier echt van. Ik heb aan de ene kant een hekel om te fietsen. Ik loop liever dan dat ik fiets. Maar als ik eenmaal fiets, denk ik, ja, dit is toch wel lekker. Dus even een omtochtje naar de visio. Oké, wow, jongens, dit is een raar beeld. Komt het omdat het donker is? Dit is heel gek hoor, jongens. Zoals hij echt gewoon moeite heeft met het zoeken van beeld. Wauw. In ieder geval. Ik kijk trouwens schuin omdat ik op mijn mobiel film. Dus alsjeblieft let daar niet op. Ik ben dus terug al van de visio al een behoorlijke tijd. Ik heb ondertussen lekker een topje aangedaan. En een grijs vest. En ik heb mijn spijkerbroek nog aan. Die ga ik ze lekker uitdoen. Lekker een korte broek aandoen. Maar ik ben de film D5R aan het trekken. Oftewel De Vijver. Ik ben de film daarvan aan het kijken. Die heb ik gehuurd op YouTube. En het leuke is, Ash en ik delen hetzelfde YouTube-account. Dus we kunnen hetzelfde kijken. Dus dat is heel erg fijn. Ik zet even het licht iets verder hoor. Kunnen jullie me beter zien? Dus dat eigenlijk. Verder ben ik niet heel veel aan het doen. Ik ben dat nu aan het kijken. Op de laptop is staat daar. En ik lig lekker de tegenovergestelde richting van mijn bed. Zo een beetje film te kijken. Goed. Het is ietsje donkerder dan normaal, zo te zien. Maar ik lig dus lekker in mijn bed en ik ga slapen, want ik ben echt moe. Serieus, echt moe. Dus, ja. Oh my, ik ben moe zeg. Maar goed, ik ga slapen. Bedankt voor het kijken. Dus video een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Als het goed is, gewoon weer op de camera. Of telefoon, want het beviel me stiekem wel. Tot morgen.